Ik heb graag dat mensen naar mij luisteren. Elke dag sta ik om 7 uur op. Ik drink koffie, lees de krant en staar wat uit het raam. Ik zie mensen voorovergebukt tegen de wind in fietsen. Naar de trein, naar hun werk. En onwillekeurig denk ik aan hoe iedereen altijd maar aan het reizen is naar plekken waar we eigenlijk helemaal niet willen zijn. Kas Hieltjes, 27 jaar, ongehuwd, samenwonend, muzikant en master in de cultuurwetenschap. Ik zou graag van de gelegenheid gebruik willen maken om een stukje voor te dragen uit mijn scriptie, In de schaduw van Sandberg. Sandberg heeft een duidelijke visie op de functie van het museum. Hij ziet voor de kunst een rol weggelegd om mensen hun plaats te laten vinden in de maatschappij. Kunst kan een middel zijn tot contact met het heden, met al zijn voelhorens op de uitkijk staan, om als het ware te proeven wat komen gaat. Nog lang voordat wij gewone mensen het hebben ontdekt. Het moderne kunstmuseum moet deze kunst tonen op een zo laagdrempelig mogelijke manier. Om deze laagdrempeligheid te faciliteren moet volgens Sandberg het museum open en duidelijk, levendig en gericht op het heden zijn. En is kennis van de kunstgeschiedenis niet noodzakelijk. Musea zijn merkwaardige tempels. Intimiderend, zalen gevuld met een groot aantal bezoekers. Al die mensen nemen plek in, fysiek. Maar vooral hun gedachten en interpretaties vullen de ruimte. Kunst of niet, het blijven openbare ruimtes. Een symbiose van bewustzijn. Een collectieve stream of consciousness. Ik ga graag er nog. Kunst is van iedereen en ik houd ervan om over kunst te praten. Het kan ook bevrijdend zijn om door een leeg museum te lopen. Genoeg ruimte voor mijn eigen gedachten. Een overweldigend gevoel van nietigheid. Ik dobber in een eindeloze pool van mogelijkheden en betekenissen. Alles heeft betekenis. Niks kan alles betekenen of zijn. Wat blijft er over? Vorm? Schoonheid? Ik kan met evenveel overtuiging beweren dat een beeld mooi is van lelijkheid, of juist andersom. Soms weet ik niet meer waar mijn eigen gedachtenwereld ophoudt en waar de ideeënwereld van mijn omgeving, een landschap of een kunstwerk begint. Het onderscheid tussen waarneming en gedachten wordt steeds onduidelijker. Ik ben moe. Alles vloeit in elkaar over. Zo wil ik muziek maken. Intuïtief. Ja, oké. Brand begint gewoon met die drum. En dan val ik op een gegeven moment in met dat heel zachtjes met die piano. Dan kunnen we ook nog wel een beetje invaden daarna. De ideeën en melodieën komen vanzelf uit het onderbewuste naar boven op onbewaakte momenten. Op de fiets naar de studio, tijdens mijn ochtendgymnastiek of in de rij in de supermarkt. De kunst is om die melodieën te vangen en ze te vertalen naar de werkelijkheid. Ik maak me geen zorgen over de betekenis. Die ontstaat vanzelf wel. Waar het om gaat, voor mij, is dat het oprecht is. Of in ieder geval dat ik het geloof.
Ik kan tot tranen toe geroerd worden als Lou Reed zijn sad song zingt. Sad song, sad song, sad song. Sad songs. Sad songs. Ik droomde dat ik een eiland was. Het water om me heen had een mysterieuze felblauwe kleur. En precies in het midden van het land dat mijn lichaam was, lag een grote steen. Ik was rond en van zand. Mensen kwamen van alle uithoeken om mij te bekijken. Ze liepen met kaplaarzen over mijn lichaam. Ik had veel tijd om na te denken terwijl ik daar lag. Ik dacht na over geboorte, oorsprong en de dood. Er vloog een vogel over. Vanaf hoog in de lucht leek me alles zoveel duidelijker. De samenhang tussen alles wat ik om mij heen niet kon begrijpen zou plotseling helder worden. Vernieuwing, intuïtie, visie, schoonheid, kunst, muziek. Ik sloot mijn ogen. Ik steeg op. Ik zag de prachtige, evenwichtige vorm. Ik voelde hoe ik daar lag en tegelijkertijd hoe het voelde om te zien hoe ik daar lag. Het was heerlijk om precies te kunnen zien waar het mij omringende water ophield. En waar mijn lichaam begon. Dobberend. Idee en werkelijkheid in mijzelf verenigd. Dit was het.